Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Resident Evil 7 in de Horrorweek. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in. Ik heb in ieder geval ook dit keer een koptelefoon. Ik heb hem weer gevonden. Die was ook namelijk kwijt. Dus ik heb geen oortjes keer, maar een koptelefoon. Niet echt een game koptelefoon, volgens mij. Dat is best wel oud. Maar gewerkt en het zit gewoon iets beter en zo. Dus ja, laten we maar beginnen. Ik ga mijn koptelefoon opzetten. Bij die man, weet je wel, met die schep die mij heeft vermoord voor de vorige aflevering. Dus ja. Oké, hij is aan het laden. Time for supper. Eden walks to find himself tired. Oké. Hier waren we. Ik moet wel even wennen aan het spel zo. Ligt hier te pakken iets wat we kunnen pakken. Dan kunnen we dat natuurlijk gebruiken. Zie wie die stinkt. Hier kom ik uit. Ik wil even opslaan ofzo. Ik weet niet waarom, maar ik wil even opslaan. Gewoon voor de zekerheid. Ja, wat zat er in deze kist? Dus daar hadden we allemaal dingen in gevonden toch ofzo? Hoe moet ik ook weer inventory? Zo moet ik de inventory. Oh, hier zit onze hartslag. Kunnen we dit gebruiken? Wat heb ik gedaan? Heb ik hem geopend? Volgens mij is hij geopend. Volgens mij wel. Dus we kunnen ook openen. Wat is dit? Ik weet niet meer. Dat was niet de bedoeling. Wat is dit? Welke bed was ik hier op plus? Ik snap niet wat ik moet doen. Hé. Oké, zo. En wat zit er in deze? Oh, Jezus. Ik klik steeds weg. Oh, ik heb hier nog items slot. Dan moet ik deze. Ah, Jezus. Kom op. Ik druk steeds op de. Geef de muisknop. Die gaan we ook verwijderen. Oh. Ik moet heel even winnen hoor, mensen, sorry. Zo. En dan kunnen we deze openen. Wat zit hierin? Met kids weer. Oké. Nou moesten we met control moesten we dat doen als het goed is. Ja. Ik weet eigenlijk niet of we die muntjes zeg maar weg moeten halen. These coins are very coins are said to have special effects on those who carry them. This one made to do your body. Maar wat kan ik daarmee dan met die muntjes?
ga ze even hier terug in plaatsen. Of heb ik deze nodig? Misschien kan ik deze wel gebruiken ofzo, dat ik straks wel power heb. Ik weet niet. Ik weet niet, dan ga ik deze wel weghalen. Want die heb ik niet zoveel. Wat is dit? Shotgun shells, handgun ammo, enchanted headgun en enhanced. Oké, we gaan hier maar weer weg. Oké, waarom waren we weg? We moesten langs die man ofzo en ik weet nog steeds niet zo goed wat we moeten doen. Kunnen we door deze deur? Ik vind het lock dit. Ik kan niet in. Wat is dit? Een kistje. Het zal wel. Ik denk dat we dan maar weer terug naar beneden gaan. Nadat ik heb gesaved, want ik heb natuurlijk iets gedaan. Ik hoop trouwens wel dat de aflevering als niet een uur duurt lukt. Kom op, man. Iemand belt mij weer. Ik ken die vrouw. You did good, Ethan. Zoe, right? Ik heb het goed, goed gedaan. Shut up and listen if you want to stay alive. Ja, je moet get out of that house. It might be out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Oké, ze hebben mijn arm weer teruggeniet. Oké, dat ding mag ik dus niet verliezen. Ja, dat klopt. Oké, de main hall. Waar de fuck is de main hall hier? Ik ben nou hier. En dan kom uit dit. Dus dan zal ik moeten via de kitchen. Via deze kant hier naartoe. Maar hoe kom ik bij die main hall? Hier heb ik een sleutel naar voor nodig. Oké. De oude get to the main hall. Ik vind deze kamer was niet chill zo. So. Oh, dit. Dat was niet de bedoeling. Ik heb mezelf gewoon genezen. Ik weet niet of ik controle heb, maar dat deed ik mogelijk wel. Dat is zonde. Ik heb ook zo gevoel dat ik hier gewoon niet veilig ben ofzo. Heeft hij hier toevallig nog iets? Nee. Ik ben bang dat die man boven staat. Die main hall is dit volgens mij toch? Zie je, maar hoe kom ik daarin? Oh, ik heb zo'n vormpje nodig. Oh, zo'n paardenvormpje. Is dat die man die ko? Oh, er is een poppetje achter mij. Spannend. Ik moet iets van een paard of zo vinden, maar dat zit zeker in dat kluisje zit daar zeker. Maar waar is die man? Ik weet niet waar die man is. Ik weet niet waar die man is. Ik wil eens weten waar die man is, maar ik weet niet waar die is. Ik heb echt een hart. Een hart heb je zo plezier, weet je wel. Ik kan niet iets aanzetten ofzo. Maar wat?
Moet ik ook iets van vinden, denk ik. Wat is dit? Oké. Hey, over hier! Wie was dat? Oh, daar. Open up! Open up! Hey, you gotta help! Hold on, back up. Nah. Start up, you baby. I mean, this. Your property. What? No. Alright, now we got several calls about some missing persons lately. You're insane. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I ain't fool out that an outsider like yourself may not be involved. Right. Tell je wat alles wat je wil. Now, meet me in the garage. We'll talk to them. Hey, wait. You gotta get out of your gun. Dit schijnt je gedachten te verloren. Right. Deputy. You want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. Of wil je een held zijn om in de leven redden? A fucking pocket knife? Take it. Ik krijg een zak, man. Go. Raw. Nah. What am I gonna do with a knife? Weet ik ook niet. Oh, wacht. Ik weet dat. Dan kan ik dat kluisje hier openen. Zie je? Ja. Zo, zie je? En nu komt die man zeker. Oké. Okay. Hey, we gotta get the fuck out of here. First, you need to tell me what you're doing out here in the middle of the night. Me? What about you? It was my job. Won't you do your job? This is my bad. Answer my question. You're not gonna believe me if I told you. Try. Zou me niet geloven als ik het nou. Put that door in my face! Oh my god. Zit die. Een scheppersas. Space God. Space, wat fuck is dat space? Wacht die man. Rennen. Wacht die man. Oh zo. Ik moet ook. Wacht van. Waar is die man in één keer die politieagent? Oh, ben ik dood? Oh nee, oh god. Laat maar met rust! Oh, het is helemaal geen schep wat die vast heeft. Het is geen schep wat die vast heeft. Het is een of andere hakbel. Laat hem met rust. Au. Au. Control. Oké. Nog één? Kan ik dat weer pakken? Ik ga dood. Ah, als je maar waar probeert mij te vermoorden als hij wil dat ik bij zijn familie kom? Au. Help! Ik ga dood, ik kan het niet. Ik snij hem net in zijn hoofd, waarom gaat hij niet dood? Waarom gaat hij niet dood als ik hem in zijn hoofd schiet? Als ik hem in zijn hoofd snij? Oh, meneer, ga weg! Ga val dood! Val dood! Oké, ik heb het weer. Oh, eerst moet ik even van hem weg en dan ga ik hem schieten. Help mij, help. Ik kan het ergens hier redden. Oh, ik ben aan ga je. Waar is dat door in de hand? Ga weg! Nee, stop, je bent echt gek.
Oh, mijn geweer is leeg. Dat is dan niet waar. Nee! Staat dat goed rond moeten kijken voor dingen die ons kunnen helpen in de garage. Dus dan weten we dat. Dat we daarop moeten letten. Oké, blijkbaar is hier van de vier geslagen. Oké, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Hier komt straks de politie ook. En dan komt die man en die stopt van hakbel. We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone. Nee, ik kan dat niet weer opnieuw komt. What about you? What's my job? Want het over jou. Tell me, answer my question. Die man had nooit moeten komen. Try. Hey, put that door! Put that door back up! Where is it? Hey, tell Skip. Listen, sir. Oh, nu was zijn been afgehakt. Fuck! I'm on the way! Hoezo heb ik geen plek? Oh. Shit. Ik moet eerst die medkit gebruiken. Ik kan ik dat niet gebruiken? Shit, ik kan het geweer niet pakken. Ik kan het geweer niet pakken, omdat ik geen plek heb. Hold op. Oké. Nu kan ik mijn medkit gebruiken. Dus dan heb ik nou misschien een plekje op het geweer. Hier zo. F. Nee, nog steeds niet. Shit. Waarom niet? Kan ik hier ook weer uit? Oh, ik heb een sleutel nodig, shit. Oké. Okay. Oh, shit, ik kan het geweer niet oppakken. Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb het... Normaal wil je echt al lang dood zijn. Nee, ik ga weg. Alsjeblieft dood. Ik ben dood. Val dood. Pak jou. Nee, je rug. Oké, nu kan ik het weer pakken ook weer. Ik heb weer zo'n medkit gebruikt. Hier ergens in komt volgens mij. Misschien ligt hier nog iets. Shim of do it. Oké, we hebben hem vermoord. Hij ligt er wel lekker bij. Nee, niet probleem, hoe kom ik nou terug? Oh, Karki. Nee, die. Maar daar heb ik niks aan, denk ik. Kan ik in de auto zien? Oké, hoe kom ik nou terug?
Ik heb het gevoel dat die man straks weer omhoog komt ofzo. Ik moet hier naartoe. Naar de main hall. Dus dan moet ik weer terug, maar ook kom ik terug. Er is nergens een plek waar ik erin kan. Oh hier. Maar oh, daar kan ik niet heen, door die auto. Nee, nee. Je kan niet naar de flesje moeten. Nee, zie je? Oh, meen je die? Ik kan daar niet heen. Hoe kom ik hieruit? Oh hier, via de ladder. Klim dan. Klim. Zie je? Do I have your boy? You're about to see some more. Fuck! Is Joa echt dood, gelukkig? Ik had het niet aanzien komen, dat we de trap op gingen en dat nou die, in één keer die man daar was. Wat is hier? Oh, hebben we weer geprobeerd. Oh, ja! Dat is dat paard. Maar die heb ik toch nodig, dat paard? Huh? Oh, hier. Oké. Okay. Zijn we losgedraaid, dat betekent dat we door die deur heen kunnen. Ja! Yeah. Yes. En nu, oké. Okay. Moet ik via boven? Kan dat? Of moet ik dit opzij schuiven? Ik denk het wel. Oké, okay. We hebben het opzij geschoven. Ik denk dat we hier naar beneden moeten zien. Ja, dan komen we daar ook terug. Nu kunnen we vrij. Ik geloof niet dat we vrij weg kunnen lopen. Dat geloof ik echt. Of heel wel, misschien wel. Je hebt ook een sleutel. Kan ik daar de oude sleutel voor gebruiken? Nee. Ik hoor nog geluid. Ik weet niet zeker of ik er echt in kan. Zal ik eerst even opslaan anders? Ik ga eerst even voor de zekerheid opslaan. En dan kom ik daarna wel terug. Heel even in. Dan hebben we die man namelijk al geslagen. Waarom ga ik eigenlijk steeds eerst dood voordat ik iemand versla? Oké, okay. Dan komen we dan even opslaan dan, ja. Zo. Heel even opslaan hier. Zo. Zo, dan gaan we teruglopen. We hebben gelukkig wel een mes. Oké, ik heb geen kogels meer. Dus dat mes houdt maar vast, want dan kunnen we gewoon meteen door als er iets gebeurt. Oké, dan zijn we weer hier terug en dan moeten we hier weer omhoog. Zo, dan kunnen we eruit. Dan gaan we door deze deur. Ik ben zo bang dat er iemand straks in de hoek staat. Zo. En dan kunnen we, waar is dat ding? Hier zo. Deze. En dan gaat de deur open. Klopt dat? Nee. Waarom gaat de deur niet open? Ik heb nog iets nodig. Wat heb ik nodig dan? Oh ja, laat maar. Wat is het voor plek? Er gaat er iets gebeuren. Maar ja, dat weten we zeker. Wat moet ik doen? Explore the main hall, get out of the house. Dit is dus de hoofdmissie. Maar dan moeten we eerst dit exploren. Exploren. Shoot me. Huh? Geen idee wat we daarmee kunnen trouwens, met dat huh. Dus je kunt er iets van maken ofzo.
we weer een coin. Oké, wat kan je nou met die coins? Is dat gewoon om iets te verzamelen ofzo? Of is er echt iets om te hebben ofzo, dat je dan beter bent ofzo? Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry. Dat is blijkbaar de vader. He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. Is iets wat ik moet doen, maar dat kan ik niet uitleggen. Find a way out of the house. Okay. Kleine keys nodig. Short keys. Ik heb sleutels nodig. Oh, ik heb 3 van die hondenhoofden nodig, denk ik weer. Maar ik heb zo'n gevoel dat er iets gaat gebeuren. Ik heb geen plek. Zal ik gewoon die muntjes weghalen? Daar heb ik nou volgens mij helemaal niks aan. Die ga ik heel even weg doen, want daar heb ik toch niks aan. Aan die muntjes. Dus dat denk ik. Ik druk die altijd op linker, rechter maar knop. Oké. Dan zijn de muntjes zijn weg. Dus dan hebben we weer plek. En dan hebben we dit ding. Geen idee wat we daarmee kunnen. Hier heb ik ook sleutels voor nodig. Oké, waar moeten we heen? Wat staat er op deze krant? Oké. Wat is dit? Zou ik hier iets op moeten leggen? Oké, die klok heb ik erop gelegd. Wat staat er op de achterkant? Living room. Is woonkamer. Dan kan ik er verder niks mee. Hier verder. Groen auto is nog wel veilig, maar ik weet niet of het echt moet zijn. Een geweer. Dan. Wat heb ik nou? Oh, nu kan ik niet meer uit. Oh, dus als ik dit ding eraf pak, met die deur dicht, dan moet er iets anders zijn. Dus ik moet het gewoon terugleggen. Deze. Ik denk dat ik naar boven moet dan. En daar vertrouw ik niet boven. Ik vertrouw dit zo erg niet. Wil je niet weten? Zit hierin. Een foto. Misschien is dat de ene meisje. Evelyn May. Evelyn. Ze is geboren in 2014. Wie is dat? Oh, dat is die vrouw. Maar zij doet toch niks, die vrouw? Ik ben bang dat ze iets gaat doen. Hallo. Waarom zit hij? Hoe is hier iemand hier omhoog gekomen? Zit hier op de trap? Wat is hier te vinden? Rugbybal. Maybe it's daddy's hobby. Maybe it's, misschien is het de hobby van die vader. Wat is dit? Is het trouwens echt één huis? Hier is een deur. Hier is een ingang naar iets. Wat is dat? Kan ik hier langs? Waarom kan ik hier niet langs? Ik wil hier langs. Oh, kijk zie je. Het is één huis, maar dit is die trap naar boven. Wat is dit? Champfluid, wat was eigenlijk? Wat kunnen we daarmee? Waarom heb ik zo'n gevoel dat iemand toch nog leeft ofzo? Omdat er iemand anders is ofzo? We zitten nou al veel te lang alleen, zonder dat er iets gebeurt. Wat is dit? Wat is dat? Er is een deur open gegaan. Waar weet ik niet. Wat hoor ik? Wat is er aan deze? Kan ik even? Wat is hier te vinden?
Move the pile of shit hippie we catch on the... En we hebben weer een munt. Wat kan je met die munt? Dat snap ik niet. Er zit een deur. Maar er is een... Waarschijnlijk als we die geweer in die hand van het leggen, kan die deur open. Maar dan is er dus nog iets waarvoor de Shanks die shotgun nodig hebben. Ik bedoel, het zal er niet voor niks liggen, denk ik. Die shotgun en dat die deur open en dicht kan. Oké. De deksel is ook in één keer random weg. Een boek. Ik vertrouw het echt niet. Weer een boek. Geen zin om te lezen. Oh. Ik kan wel de deur sluiten met alles. Mia. Als tv. Ik wil een tv. Klopt dat? Ik moet een keer tv. Als ik die dus daarin doe, dan kan ik weer zo'n video op ding kijken. Van Mia. Oké, we gaan kijken. Ik ben benieuwd. Moet ik er zelf lopen? Ik hoop het niet. Eden, please watch this. Watch this. Het is ook handig om dat... Mia! Hier is vermoord. Wow. If you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. Nou, wat ik heb gedaan. I just want you to know that wasn't me. Ik was het niet. I don't know what happened. Ik weet niet wat er gebeurt. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Wat zijn nou die oude vrouwen? Was het iemand anders? Catch me again. Waarom loop je dan? Oh, ik moet zelf lopen. Meen je deze? Wat zijn? Oh, ik moet doorlopen, shit. Moet ik door deze deur? Ik denk het. Ik loop maar gewoon door. Die vrouw mag maar zien. Okay, ik denk dat ik gewoon door moet lopen. Want ik kan verder niks, denk ik. Ik ga gewoon door alle deuren heen, want die vrouw moet mij dus niet pakken. I am sick and tired. Oh, sick and tired. Oh, dat is die moeder. Sick and tired. Oh, dat is die moeder. Gefilled. Oké. Retry. Oké, we moeten dus weg ofzo. En die moeder mag ons niet pakken. Nu, waar ben ik? Ik weet niet waar ik heen moet. Waar kwam ik vandaan? Ze is links. Ik kan niet meer uit. Waar is ze? Don't deserve this, except get back to your room right now. Ben ik nou slecht in of lukt het mij gewoon niet? Jezus. Oké, we gaan verder. Ik ga nog een keer. Please exit, turn yourself around quickly. Oké, ja, daar zijn we in principe al achter. Shift 2, ik zou ook ingaan. Oké. We moeten het onthouden welke kant ik op ga. I am sick and tired. Jezus. Opnieuw dan. Ik schrik ook steeds, want je verwacht die vrouw niet en dan komt ze in één keer. Oké, ze maar komt vanaf die kant, betekent dat ik de andere kant op moet. Maar waar kant ga ik naar steeds op? Ik moet aan die kant op, shit. Maar ik moet sneller dan die vrouw zijn natuurlijk eigenlijk. Oké,
Ik wacht even tot ze hier is. Of komt ze hier niet naartoe? Oh, ik doe daar de deur open en ze staat vol voor mijn neus. Oké, ik vertrouw het niet. Ik ga hierheen. I am sick of it. Ik denk dat ik gewoon hierachter moet stoppen. What have I done to deserve this, except open my home and feed you? Ze staat daar. Ga weg. Is ze weg? Nee, nog steeds niet. I don't understand you at all. This is a gift. Oké, ze is weg. Eigenlijk niet, vertrouw ik het niet, maar oké. Ik loop maar verder. Oké, we zijn verder. This house has seen more than you can imagine. Moet ik hieruit? Ik snap niet waar ik in moet. Moet ik hier eruit? Hier, daar. Shit. Ik weet niet of ik hier veilig ben. Oké, dat is wat ik in het begin moet doen. Find things to hide behind the vault. Oké, dus je moet dingen vinden om erachter te schuilen. Oké, dat is echt. En ik moet gewoon X sparen. Oh, ik ben weer echt anders. This house has seen more than you can imagine. Kan ik achter de prullenbak verschuilen? Ik weet niet waar ze is, dat is meer een probleem. Oh, moet ik me hier achter verschuilen? Kan dat? Dat is ook wel logisch. Zou het wel logisch zijn? I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Maar ze is niet dood. Ik dacht dat ik laatst vermoord had. Maar ze leeft nog of zo. Ik weet totaal niet waar ze is. Maar wel fijn dat ze niet meer opnieuw hoeft te beginnen. Oh god. Waar is ze? Of moet ik naar daarheen of zo? Kan dat? Kan goed zijn. Ik dacht eigenlijk dat ik al was. Oké, ze komt eraan. Zie je, ze is er. Ik zie, ze staat hier rechts voor me. Maar gauw ga weg. Die is een bitch, weet je wat je bent. Ga weg. Nee, loop ook niet. Of moet ik nou inlopen? Is dat logisch? Als ik nou in moet lopen, kan ik proberen. Zal ik het proberen? Of niet? Ik weet niet. Oh nee, kijk, zie je, ze komt er terug. Oké, ik had het wel moeten proberen. Ze komt hierheen. Oh nee. Poeh. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Oké. Okay. Ik wil dit hebben. Is ze er nog? Ze is er nog, hè? We hebben onze harten geopend. En wat doe ik? Weglopen, zeker. Is ze er nog? Moet ik nou dit gebruiken? Ja, kijk, zie ik. Moet ik nou dit gebruiken? Wat is dit?
Moet ik hier iets mee? Denk niet. Vertrouwt helemaal niks, weet je dan? Oh god, ze staat daar. Zag je die zaak wel? Ze stond daar. Zal ik gewoon door die deur heen lopen? Maar dat kan niet. Want het is... Oké, we zaten goed door deze deur te gaan. Maar waar de fuck moeten we er nou heen? Hier is toch helemaal niks? Hier kunnen we helemaal niks, letterlijk. Kunnen we... Ik denk dat we daar naartoe moeten, in de verte daar, waar ik nou naartoe kijk. Ik heb hier toch geen zin in, jezus mensen. Waarom doe ik dit ook? Komt ze? Ik heb zoveel dat ik er die deur heen moet. Ja, dan moet ik iets openen of zo. Want ik kan ook niet terug. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ligt hier echt helemaal niks anders? Doe ik niks in mijn inventory? Oh, het huis ziet er zo uit. Nu ben ik hier. Dit is die kamer. Dit zijn die... Hier kwam ik eerst uit. Maar hier kan ik niet verder. Waar de fuck moet ik heen? Ik moet iets vinden om dat te openen. Neem die kamer aan. Maar waar? Ik moet iets vinden. Iets op de grond of zo. Hierin. Hier zo. Hier. Ligt er helemaal niks. Nee. Ligt hier iets. Maar wat is dit? Kan ik hier ook niks mee? Denk het niet. Nee. Oh. Oh. Weet. Oh, dit is lastig. Ik denk dus dat ik hem precies zeg maar als die vorm moet doen. Alleen, met een muis is het best wel moeilijk. Voor mijn gevoel. Want hoe zit het? Oké. Okay. Ik moet hem... Oh, ik heb hem nou bijna denk ik. Nee, niet zo. Zo'n beetje. Godver. Is toch onmogelijk? Zo. Nee. Hoe dan wel? Ik denk wel dat ik het begrijp. Want ik hem dan daar zo in moet schieten. Heb je zo'n bedoel, je ziet zeg maar dat witte, dat spinnetje of zo. Ik denk dat ik hem dan draai of zo. Hij moet inkrijgen. Ik heb wel gevoel dat ik hem soort van zie, maar het lukt net niet goed. Klein beetje draaien. Maar iets omlaag. En dan draait hij weer heel anders. Shit. Oh, zo. Oké, die heb ik hem bijna. Zo. Ja, ik heb hem. Oh. Oké, hopelijk heeft die vrouw dit niet gehoord. Oh, nu komt die vrouw zeker. Of niet? Toch niet, ik dacht dat die vrouw achter zou gaan staan. Ben ik hier veilig? Ja, hier tussen ben ik wel veilig denk ik, maar verder op denk ik niet meer. Waar ben ik nou? Oh, kan ik nou niet kijken, shit. Waarom kan ik daar nou weer niet zien? Ik
Nu ben ik hier. Ik denk dat ik hier eruit moet. Goed te zien. Maar ook weer geloof ik het van niet. Maar dan moet ik naar die kant toe natuurlijk. Scheiße. She wants us to be a family, goddammit. Oh god. You! All you have to do is accept her fucking gift! Welke kant komt ze oplopen? Is zij nou ingesloten? Waar is ze? Oh, ze komt deze kant op. We love you! Why can't you see that? Embrace us! Waar is ze? Ze staat. There are known unknowns here! And you are not paying fucking attention! Mevrouw, je bent een beetje agressief, weet je dat? You think little Evie's gonna put up with your shit forever, bitch! Yourself a bitch. Can you keep hiding, Ben? I am through playing games with you! You hear me? You hear me? You hear me? We're klaar met het spelletje spelen. Heb je me gehoord? Ik denk dat ik het goed heb gekozen. Om hier rondje omheen te gaan lopen. Ik zie de duif zitten. Waarom komt ze nou terug? Waarom komt ze terug? Waarom komt ze nou terug? Godver. Loop terug naar die deur. Ik weet niet wat ik moet doen. Als ze nou weggaat, ga weg. Ja, god wel. Ziet ze mij niet als ik er sta? Oké, rennen. Rennen. Waarom is het donker? Ik zie niks. Wat gaat er gebeuren? Oké, ik kan helemaal niks doen. Meen ik. Where do you think you're going? Ik heb het zo goed gedaan. Maar, ik weet niet hoeveel pogingen. Naar 4 of zo. Niet deze. En zoveel pogingen. What did they do to you, Mia? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou ik gedaan. Dan vraag ik me naar de zoek af. Oké. Okay. Ethan, waar gaan we heen? Ik heb zo'n gevoel dat hier ook iemand zit. In dit huis. Of die vrouw, of die man nog steeds. Ik weet het, ik voel me gewoon niet veilig. Die derde shotgun. Oh, ik moet de shotgun pakken. En waar had hij ook alweer? Dat was hier ergens toch, in deze kamers. Kom ik hierin? Ben ik hier al geweest? Ja, oh, gewoon met het twee. Hier achter ligt de shotgun. Dus ik heb een sleutel nodig. Wacht, heb ik nu het keer aan? Ik had toen in die benedenverdieping had ik toch een sleutel gevonden. Heb ik die ergens voor gebruikt? Waarom heb ik die niet meer dan, die sleutel? Of heb ik die nooit meer opnieuw gepakt, die sleutel? Oké, we gaan hier naar beneden. Zit die vrouw hier nog? Ja, het is wel mijn vrouw. Dan gaan we maar naar die deur. Misschien ligt daar iets. Weer een foto. In de video. Oh, je hebt ook een sleutel nodig. Um,
Je kan er wel zelfmoord op plegen, zullen we dat doen? Oké, ik heb een bak van een stelkelkamer. Wacht, dan is het waarschijnlijk hetzelfde met die edelaar. Dat ik dan iets moet doen. Painting named Skyhinder. Doorkloek en barking. Oh, ik dacht alleen dat dat ze overgeven bedoelde. Zal ik anders heel even teruggaan naar de andere huis, naar dat stuk. Dan ga ik heel even opslaan sowieso eerst. Eerst opslaan. Hier naar beneden. Oh ja, die sleutel heb ik hiervoor gebruikt. Dan kan ik ook naar die sleutel gaan, maar dat kan natuurlijk niet meer. Ik weet wel waarvoor ik die sleutel heb gebruikt. Ik heel even opslaan. Ik vind deze plek ook nog steeds naar. Oh wacht, hier heeft die vrouw mij net gepakt, of niet? Ik weet het niet. Ze voelde het wel, tenminste die Mia werd zeg maar gepakt. Dan gaan we hier weer omhoog. Zo. En dan gaan we weer even opslaan. We zijn nog niet echt weggekomen nu. Meenhal. Hier is een sleutel voor nodig. Benadering. Ik denk dat ik een sleutel nodig heb om dit te openen. Dit. Dan zal daar ga ik iets in leggen om een van die dingen te kunnen openen. Neem ik aan. Dus ga ik even kijken of ik wat spullen in de box kan leggen. Oh. Oh, jezus. Deze zo, deze terug. Deze doen we daar even in. Die hulppandjes doen we daar in. Ik weet niet of ik dit ergens voor nodig heb. Deze doe ik daarin. Die heb ik al gehad. Uitsleutels hout nog even. Jongens, dat wel. Ja, oké. Ik heb een mes, een geweer zonder kogels. Oké. Ik moet ergens een sleutel kunnen vinden. Ik ga nu zien naar deze deur heen. Oh, dan kunnen we heel snel opslaan. Oh. Dan weten we dat. Achter deze deur kan je dus opslaan. Ga dicht. Ligt het vaak nog iets in de keuken? Alleen maar voor eten. Oké. Get out of the house, find the processing area. Processing area entrance. Waar is dat? Hij is boven ergens. Hij moet boven zijn in ieder geval. Er zit een schilderijtje. En gaan we hier. Dus erheen. Oké. Gaan we naar boven toe? Of kan ik wel zien wat er boven is? Ja. Processing area. Wat is dat er nou? Processing area entrance. Wat is dat? Master bedroom storage. Ik weet het niet, mensen. Maar er moeten we heen. Wat ligt hier? Hier ligt dat spul. Ik ga wel even hier beneden kijken of ik iets kan vinden ofzo. Wat zijn dit? Shoot me, shoot. Ik heb geen... Waarschijnlijk moet ik op het ding schieten. Maar ik heb geen pistool. Met kogels erin. Dus dat kan ik niet zoveel.
Kan ik ze bellen? Ze het horen niet. Nou. Nope. Je moet ook van die hondenhoofdjes vinden. Okay. Two Strike 3 Head Dogs. Het van hondenhoofden. Kan ik hier nou in? Oh, wait. Kijk, als ik deze twee samen doe. Dan krijg ik handgun ammo. Ik ga er even op slaan, want dan weten we dat en dan blijven we wat houden. En dat vind ik wel handig, anders moet ik de hele tijd opnieuw maken, dat is wel handig. Nou, even zo. Ik kan er steeds niet trennen trouwens, echt alleen maar zo langzaam doorlopen. Dat is irritant. Opslaan. En dat betekent dus, ik moet beter lezen. En, dat betekent dat we nou wat op poppetje kunnen schieten. En dan zullen we een stuk meer kunnen. Oké, reload. Waar is een poppetje? Hier. Daar gaan we, daar gaan we. Wat is er nou gebeurd? Kan ik je ook op jou schieten? Ik weet niet of ik je moet doen. Dat was zonde. Ik heb net zo gevoel dat er nou wel iets kan gaan gebeuren. Ik weet niet of dat ook echt zo is, zeg maar. Ik hou mijn geweer wel bij in mijn hand. Dan gaan we naar die vrouw toe. Ik vertrouw die vrouw ook gewoon niet. Ik vertrouw die vrouw niet. Ik ben echt zo dat ze ooit een keer zo waar. Zal ik hierin lopen? Zie je al die poppetjes of zo kapot maken? Die heb ik al vaak gezien, die poppetjes. Heb je ook zo'n poppetje? Of staan die? Ik weet het echt niet hoe ik verder moet eigenlijk. Ik denk dat ik van al die poppetjes gaat zoeken. En misschien kijken of ik er zo één kan vinden. Die heb ik zo wel vaker gezien. Kan ik hier naar beneden? Oké, dat is makkelijk. Kunnen weten we dat. Zijn we hier nou, ik denk dat dit nou altijd veilig is namelijk deze plek. Denk ik. Oké, die poppetjes, waar heb ik die nog meer gezien? Volgens mij heb ik die vaker gezien. Ik kan het natuurlijk ook fout hebben, maar ja. Nooit geschoten is altijd mis of zo, toch? Of weet dat? Ik ga maar even in de garage kijken, misschien is daar iets. Weet je wat me opvalt? 1. De politieagent is weg. 2. Die rotvent is weg. En ik kan nog steeds niet bij dat ding. De garage is nou wel geopend. Daar is die vent heen. Die man. Die man is weg. Dat betekent dat hij er sowieso nog is, toch? Dat moet wel. En ligt er ook niks van zo'n lijmtang of zo? Om iets anders te kunnen openen? Een knijptang? Of hoe heet daar weer een tang heen? Dan bukt die extra lang. Maar ik bedoel zo'n tang zeg maar om dit te kunnen openen. Oh.
Maar er staat een kaartje op. Ik look for you. Maybe you can break it or something. Ik ga er gewoon op schieten. Oké, okay. Het werkt wel. En we hebben er 5 codes terug. 4 codes in principe teruggekregen. Ik zie hier niks meer van die poppetjes eigenlijk. Dus ik denk wel dat het dan het enige poppetje was die er was. Is. Misschien staat er één in de safe room of zo. Wat is een poppetje? Nope. Hier staat niet zo'n poppetje. Maar ik ga wel even opstaan. En dan gaan we verder terug. Dat was zonde van mijn kogel. Loop maar even verder terug naar die man toe. Naar het man, ik bedoel naar die kamer toe. Weer alleen het schilderijtje. Wat staat op de achterkant? Lucas. Maar wat staat er daar? Wat stond er daar? Jack en Marguerite zijn al 25 jaar getrouwd. Okay. Ligt hier niet. Oké, hier is ook zo'n poppetje. Zie je, ik heb wel eens een poppetje. Nou, toen ik op schoot hoorde ik iets. Zal ik ook echt nog zo'n poppetje liggen of zo? Hier in ieder geval niet. Ligt die vrouw er nog? Dan is het Gucci, de vrouw in. Ik vertrouw het huis niet. Ik ben nou voor dat we alleen zijn of zo. Maar ook gewoon totaal niet. Het ligt hierin. Hier zijn we nog niet geweest. Waar ben ik nou? Een bedroom. Wat is hier te vinden? Hier heb ik niks in. Wat zit hierin? En kunnen Emma altijd handig. Wie is er nou zo'n badkamer? En we hebben weer zo'n munt. Oh. Wat fuck. Ziet hier verder dus helemaal niks. Alleen dit. Echt alleen dit? Even kijken. Ik denk het wel. Wee. Woep. Woep. Hier lang. Oh, hier een bad. Van wijs mee. Oké, wat ligt hierin? Ligt er iets in? Oh, nee. Wooden statue. Is dat voor die vogel? En ik weet ook niet wat het is. It's a ghost, it's very vies, zegt hij. Oh, oh, zie je, hij leeft nog. Hij leeft nog. Hij leeft nog. So shit beat the hell out of dying. Hij leeft nog. My little girl has given us a gift. And this gift is... Ah! Hij leeft nog. Ik wist het. Ik heb het tegen jullie gezegd. Wat doet hij nou? Motherfucker. Hè? Zijn mond beweegt nog. Rennen. Naar beneden. Waar is die deur ook weer? Om te zeven. Ik wil even zeven, maar die is hier. Oké. Ik denk dat de onderverdieping vandaag veilig is. Boven dus nu. Ik
heb het tegen jullie gezegd. Hij leeft nog. Hij leefde nog. Ik wist het. Maar in ieder geval, ik ga met mijn headset mijn koptelefoon aan doen. Want dit was voor nu de video. Ik hoop dat je weer een leuke video vond. Ik heb er even best wel aan gespeeld. En we zijn weer een stukje verder. We hebben namelijk die vrouw, Mia, een vriendin of zo van het spel, geholpen uit die vrouw ontsnappen. Alleen uiteindelijk had die vrouw er toch nog steeds. Dus ze hadden hem niet heel aan. Maar god weet, misschien leeft ze nog. Die man leeft denk ik ook nog. Ik heb doodgeschoten, maar hij leeft zeker in de wereld. Pluiken hebben die mensen. Het zijn net katten eigenlijk, man. Ze hebben 9 levens of zo. Misschien wel. Ik weet het niet. Maar hij blijft niet echt verbrand. Ik heb hem gestoken met messen door zijn hoofdsteen. Ik heb hem neergeschoten 10 keer door zijn hoofdsteen. En hij leeft nog. Apart. Maar in ieder geval. Ja, dit was dus een nieuwe video. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Als je dat vond, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer dan meteen op mij. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En ik hoop dat ik jou morgen in ieder geval ook weer zie. Om 8 uur bij weer een nieuwe video in de horrorweek. Dan komt er weer een andere video online. Van Roblox weer. En dan ga ik weer naar een ander spel spelen op Roblox horror. Dus ja, ik hoop dat je dan ik hoop dat je dus morgen open bent. En dan hebben we ook morgen weer een Resident Evil video. En dan de dag daarna gaan we afsluiten naar met een andere soort video. Wel ook weer in Roblox. Maar die video wordt heel erg leuk. Want we gaan naar een pretpark in Roblox. Naar Universe. Dan nagebouwd. En dan in Roblox. Met allemaal horror events. Dus loofspookhuis en zo. Dus allemaal met loofspookhuis en zo. Maar in ieder geval. Ik hoop dus dat je dit een leuke video vond. Maar dan ga ik dus vanavond zeggen. Tot morgen. Ha ha ha!